De nieuwe Herengracht. De in 1612 gegraven Herengracht is vernoemd naar de herenregeres van de stad Amsterdam. Het deel tussen de Leidse Gracht en de Amstel behoort tot de stadsuitbreiding van 1658. Hierbij werd het gedeelte aangelegd ten oosten van de Amstel tot aan de Schippersgracht, waar het water uitmondt in het IJ. Dit deel, de Nieuwe Herengracht, lag evenals de Nieuwe Keizersgracht en de Nieuwe Prinsengracht in het destijds welvarende deel van de Amsterdamse Jodenbuurt. Omdat door de uitbreiding de vraag verminderde, zijn hier enige bouwkavels geschonken aan liefdadigheidsinstellingen. Zo werd in 1628 de Hortus Botanicus Amsterdam, door het Amsterdamse stadsbestuur oorspronkelijk als medicinale kruidentuin bedoeld, naar de Nieuwe Herengracht verplaatst. Deze Hortus Botanicus, gelegen aan de oever van de Nieuwe Herengracht bij de Hortusbrug en de Muiderstraat, is een van de oudste botanische tuinen ter wereld.